van de mannen gaat pakken. Hij spreekt wat er drie. En de nummer 1 hier. Max Kronen. Jan Meijering 2. En Marien Pogert. En daarachter natuurlijk ook nog op plaats 4. Heel peloton Denkroon. Janno gezien. Nou, wat een geweldige finale. Ik zeg natuurlijk even officieus, terwijl het hele wielerpeloton hier binnen denkt. Ik zeg even officieus, want dat gaat jullie straks ongetwijfeld bekrachtigen. Max Kronen, tweede bij de districtskampioenschappen, tijdrijden Oosten, pakt gewoon hier deze 34e. Want we zagen hier ook nog finish natuurlijk voor Tijmen Essing. Max Kronen, de coureur uit Diepenveen. Tiende in de 39e editie van de Hoekstra Peloton. Hadden we winterse omstandigheden. Vandaag hier in Harderwijk zet hij een eerste kroon op zijn over. Prachtige wedstrijd, prachtige finale hier in de parel van de Veluwe. Marien Bogert op het podium. Nijkerk van het nummer 97 van het klassement. Plaats 8, Nick van der Meer uit Honsterdijk. Op plaats 9, Jos Koop, nummer 181, de coureur uit Eindhoven. Op plaats 10, nummer 118, Elo Rijs uit Middelburg. Ja, de nummer 12, Ronald Kruijer uit Donker van Kampen. Dan heb ik het over 2014. De coureur die dus ook van de jeugd is doorgegroeid. En ook vandaag natuurlijk een geweldig mooie prijs hier weet binnen te halen. 2018 zagen we ook al triomferen. Onder andere in de kleine omloop van de Veenkoloniën. Daar was hij ook al de Max Kronen. Sociale media actief bent. In campagne Harderwijk en wielrennen, de Nestor van het wielrennen, Jan van Ommen. En dat deze drie mannen op het podium. Een mooi plaatje. Het sprint in deze dag. Geweldig applaus hier in de Netherlands. Yes, we gaan proberen hier te hekken. De Benjamin van het peloton. En dat gaan we zo ook nog flankeren. Dan kan je op het podium. Goed. Vragen ons op te maken voor de uitreiking van de prijzen vandaag. Want wij gaan uitreiken natuurlijk de eerste drie. Kunnen commandanten en rekenen naar die tijd? Ik klik daar ook helemaal mee. Ik heb bijvoorbeeld. Goed, we gaan even zien. Hendrik, waar blijf je? Goed. Henry, jij wil vast op een fietsen.